Op 14 mei ben ik bevallen van mijn eerste kind. Een zoon. Zijn naam is Lucas. Mijn allergrootste wens voor hem is dat hij kan opgroeien in een kleurrijke, gevarieerde wereld. Waarin hij op zoek kan gaan naar wie hij is, wat hij wil doen en waar hij voor staat in het leven. Dat lukt niet in een wereld zonder kunst en cultuur. Een wereld die kaal, dor en vlak is. Waar niks groeit, waar niks bloeit, waar niks verrast, waar alles grijs en monotoon is. Ik wens dat Lucas zijn hele leven lang kan tekenen, kan zingen, kan dansen, muziek kan maken, kan spelen, kan lezen, zich kan verwonderen, nieuwsgierig kan zijn, kan fantaseren, kan dromen, kan creëren. En ik hoop dat hij, door te kijken naar wat anderen hebben gemaakt, zich kan laten inspireren. Kan zoeken, dingen ook niet mooi kan vinden of raar. En dat hij zich kan ontwikkelen en kan uitgroeien tot een rijk mens. En zoals Jochem Meijer onlangs op Facebook schreef, je hoeft echt maar heel even naar een kind te kijken. Te kijken naar wat het liefst doet de hele dag. Tekenen, zingen, dansen, spelen, muziek maken, video's maken, zandkastelen bouwen, verhalen verzinnen, lezen, zich voor laten lezen, dromen, fantaseren, creëren. Dus kom me niet meer vertellen dat kunst en cultuur geen eerste levensbehoefte zijn. Geef Nederland een kleurrijke toekomst. Geef Nederland kunst en cultuur.